Ja, dames en heren. Je ziet het goed. F1 2010. Een game van 10 jaar terug. En we gaan vandaag dus starten met de Career Mode. Ik heb hier zoveel herinneringen aan. Dit was mijn allereerste spel op de Xbox 360 nog wel. Dus we spelen dit op de X360. En die intro muziek. Geweldig. Ja. Absoluut top. De graphics waren hier ook voor de 360. Waren hier uitstekend. En we gaan dus vandaag mijn carrière beginnen bij F1 2010. Eén seizoen lang. En dan misschien door naar F1 2011. En hier hebben we dus de persconferentie. You must be looking forward to getting your first season underway. Could you please give us a few details for those watching at home? You please confirm your full name. Ja, dat is dus gewoon goed. Achternaam ook goed. And what do you prefer to be called? Oké, dit is dus voor het eerst dat ik dit dus zie. Mannelijke namen. Nou, mijn naam staat hier dus niet bij. Dus dat wordt even lastig. Nicknames. Oh, wat gaaf. Cowboy. Chunk. Crash. Nou, au, au. Crash. Au. Au. Dat is heel pijnlijk. Oef. Ik ben geraakt. Great one. Kid. Lady. Legend. Is goed. Legend. Mate. McClown. What the fuck is dan weer voor naam? Pinky. Maar Legend is wel nice. Ja, Europa dus natuurlijk. Nederland. So what kind of challenge are you looking for from the sport? Ik heb er wel vertrouwen in. En ik ben op zoek naar een serieuze challenge. We doen gewoon 3 seizoenen, maar het is gewoon 1 seizoen. Okay, one last question. We gaan voor een backmarker. En dat wordt Virgin. Dat klinkt best wel apart. De Virgin dus. Ja, dat moet ik dus niet meer zeggen. Hoe moet ik het dan zeggen? Marussia. Ja, Marussia. Dat wordt hem. Ja, Marussia, ja. Nou, Marussia dus. Een compleet nieuwe ervaring. Seizoen 1. Objectief. Finish 20e of erboven. Welcome to Virgin Cosworth. John Booth is dus de teambaas. En ja, we zijn er. We zijn hier dus in F1 2010. Waarom F1 2010? Ja, het is altijd leuk om dat spel te spelen. En ja, een team met Marduk heeft er een keer een career mode over gedaan toen zijn carrière van F1 2018 erop zat. Dus ik denk, ja, waarom niet? Dit is de paddock in Bahrein. En hier hebben we dus onze agent. Helm kunnen we kiezen. Anthony Davidson helm staat er ook bij. Leuk. En we kiezen gewoon voor een standaard helm die we gewoon niet gaan aanpassen. Mooi geel. Is mooi opvallend. De ja, drivers standings. Hey, we staan boven Michael Schumacher. Dat is heel mooi. Kijk eens aan. Dat zien we graag. En dan gaan we gewoon door naar Shakir. Voor Bahrein natuurlijk. 30 of 40%, ik weet het niet. Ja, ik weet niet hoe goed de AI hierop is. Dus laten we maar even kijken met een niet al te moeilijke difficulty level. We pakken gewoon medium. Want ik heb dit spel al jaren niet meer gespeeld namelijk. Dus ik weet niet hoe de handeling hierop is. Hier zijn we dus. Bahrein. Voor de practice. En het is gewoon even om te kijken of ik dit in mijn toekomstige video's ook ga doen. Ik hoor een mooi achtergrondmuziekje. Mijn teamgenoot gaat er ook uit. Leuk dat je dat allemaal hoort, de banden. Option Prime, Intermediate en Wet. Zo, die motor is wel luid. Dat is een hele luide motor. En we gaan dus gewoon naar buiten om te... Jezus. Om te kijken wat het hier gaat worden. Maar wat ik nu al kan zeggen. De motoren zijn hier erg luid. En
Ik heb er zin in, hoor ik. Het geluid staat wel op een ander niveau. Want het is hier even wennen. Ja, want we schieten hier al gelijk even door. Die racing line gaat trouwens uit. Daar heb ik niet zoveel aan. Maar de handeling is hier compleet anders. En ik moet echt even wennen hier. Let op, dit Bahrein circuit is het verlengde deel. Dus meestal gaan we hier helemaal naar links. Daar dus. En daar gaan we dus rechtdoor. Een paar kronkels. En dan weer op het oude circuit terecht. Ja, oude tussen haakjes. Ja, ouderwetse circuit. We waren over start finish. Er zijn hier wel veel sponsoren. Santander zie ik hier. Lap 1. En je kan hier heel veel snelheid meenemen. De curbstones zijn hier wel gevaarlijk. En de achterkant van deze auto ligt heel gevoelig. Dit is dus het verlengde stuk. Wat irritant is om op te rijden, vind ik. Want het is echt een kronkel baantje geworden, vind ik. Oh, we krijgen al een cornercutting. Dus de tijd is dus ongeldig verklaard. Ook een waarschuwing voor cornercutting. Wat natuurlijk oké is. Maar we moeten ervoor zorgen dat we geen penalty krijgen. Ronde nummer 2. Die krasje met een 2 minuut 10 9. Een hele langzame tijd. Shandok met een 2 minuut 8 4. Ik ken al die namen nog, want 2010 was mijn allereerste Formule 1 seizoen dat ik dus begon te kijken op de televisie. En 2010 was ook een speciaal jaar voor mij. We zijn de auto daar bijna kwijt. Oh, mijn hart ging daar wel even sneller van kloppen. Dus, waar was ik? Oh ja, bij de tv. 2010 dus. Allereerste spel. Allereerste keer van alleen kijken op de tv met RTL 7. Toen nog met Olaf Mol. Olaf Mol zit er trouwens gewoon bij in het huidige Formule 1 content op Ziggo Sport. Maar RTL 7, dat was ja, wel fijn. Al het kalf had je toen ook nog. Die deden paddock op de donderdag en de vrijdag. Maar goed, eerst F1 2010. Want ik denk, ja, ik moet toch iets uploaden nu F1 2020 eraan komt. En ik kan niet maandenlang stil gaan lopen zitten. Dus totdat F1 2020 uitkomt, blijven wij dit uploaden. En dan volgt natuurlijk F1 2020, waar we natuurlijk een eigen team gaan samenstellen, maar eerst deze Virgin. Dat klinkt niet goed. De Marussia goed naar huis moeten rijden. En hopelijk misschien punten kunnen pakken. De AI staat wel laag, even te kijken om te testen. Dat is gewoon voor de hele sessie, dus practice, qualifying en race. Want ik heb hier al jaren niet mee meer gespeeld. En vanaf Australië, stel dan dat ik dan harder ga rijden. Terwijl we een 1.59.6 laten noteren, wat heel snel is. Dan gaat de AI omhoog. Ik weet niet wat Kobayashi daar doet. We halen hem daar wel heel mooi buitenin. Doei Kamui. Jezus, 3 seconden los. P1 dus, in practice. Nou, mooi. Sorry, Croft, wat zei je? Legend? Dat ben ik natuurlijk. Ja hoor, it's your boy. Ik neem het gewoon race bij race. De Virgin is geen topauto. En we gaan dus gewoon door naar de kwalificatie. 30% race, kan misschien 40 worden. En de difficulty level laten we even zo staan om te kijken of het misschien harder moet. Vanaf Australië gaat denk ik de AI gaat omhoog, zodat het meer een challenge wordt. 40%? Ja, 100% doen we niet. We pakken gewoon 40%. Kijken naar de helmen, wou ik eigenlijk zeggen, maar dat is dus niet het geval. Race 1 in Bahrein, Sakir. Terwijl mijn controller niet is aangesloten. Maar hier zijn we dan dus. Elie Meder staat dus voor ons. Kwalificatie. En daar zijn we dus dan voor onze eerste run hier op het Bahrein International Circuit. Die Grassi hebben we al gelijk voor ons.
Hopelijk dat hij ons niet in de weg gaat rijden. Dat zou wel zonde zijn. Lucas aan de kant. Het is geen Lucas Weber. Het is Lucas Di Grassi. Oh, ik dacht even dat we de auto daar kwijt waren. Maar dat was gewoon een hobbel. Dus geen probleem dus. Lap 1. P24. Want toen was Lotus. Ja, de Caterham, HRT en Marussia Virgin er eigenlijk toen nog. En we zetten een 1.56.8 neer. Op dit moment Paul. Oh shit, 4 seconden los. De AI moet omhoog. Ingenieur, rust eraan jongen, rust eraan. Het is maar de eerste race. Kalm aan, kalm. We hebben nog de race, maar de AI moet omhoog. Want ik duik als enige onder de 2 minuten. En de rest allemaal boven de 2 minuten. Dus dit is niet goed. Dus de AI gaat vanaf Australië gaat hij flink omhoog. Dus verwacht daar dan ook niet dat we daar voor de pole kunnen strijden. En dan gaan we gewoon door naar de race natuurlijk op het Bahrein International Circuit. We starten vanaf pole position. En dan gaan we ons opmaken voor de wedstrijd. Allereerste aflevering. Het begint natuurlijk goed. Vanaf pole starten. En dan de race beginnen. Uit de garage dus. En dan is het dus, ik weet niet hoe die ingenieur heet. Ik noem hem wel Chris. Die dus ons de weg lijkt naar het circuit toe. En dan gaan we ons opmaken voor de eerste ronde. Met onszelf op pole position. Hamilton op P2. Alguersuari op plek 20. En Di Grassi op de laatste plek. Lek voor Di Grassi. Dat is eigen schuld. Daar gaan we dan voor de allereerste wedstrijd in F1 2010. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. Ik heb niet gehoord wat de ingenieur zei, maar dat boeit ook helemaal niks. En we hebben een prima start ten opzichte van Hamilton, Vettel en Button. Button die er wel naar mijn buitenkant kijkt, maar daar geen actie echt kan ondernemen om die P1 van ons te veroveren. De leiding dus behouden in bocht nummer 1. Mooi, dat zag je niet zo vaak van ons in F1 2019. Maar in F1 2010 gelukkig wel. En nu is het gewoon wegrijden van de Brit. Alonso en Petrov. Vitaly Petrov natuurlijk. De Rus in zijn Renault. Die Alonso ophield in Abu Dhabi om Vettel wereldkampioen te maken. Ik vond het een walgelijke actie. Maar het ging gewoon om een positie. Dus hij was eigenlijk niet schuldig. We gaan eerst door met onze eigen career mode. Want in Abu Dhabi moeten we nog zien te komen. Dus ronde nummer 4 inmiddels. Di Grassi op P18. Hij doet het heel goed. Hij heeft al heel veel posities gewonnen, want er zijn 24 auto's. Geen 20, maar 24. En Button naar 2, Alonso 3 en Petrov 4. We gaan een bandenwissel doen binnen de volgende paar rondes, zegt mijn ingenieur. Chris, zo heb ik hem dus genoemd. Volgens mij heet hij Rob, maar ik noem hem Chris. Of ik kan hem later ook Rob noemen. We zien het allemaal wel. En we gaan er vol voor. We rijden heel hard. Ontzettend hard vind ik. En je kan hier ook volgens mij ook vol pushen. Want de auto is hier heel licht. Die stuurt ook heel makkelijk in. Wat fantastisch is. Oh, wel een paaltje geraakt. Maar geen waarschuwing voor de cornercutting. Dus geen penalty gelukkig. En we hebben al een grote voorsprong. Een hele grote voorsprong. En onze beste tijd was een 1.55.7. En ik weet niet wat het gat met Button, Alonso en Petrov is. Dat weet ik dus niet. Maar de auto is goed. En dat geeft wat aan dat de AI in Australië flink omhoog moet. Wat is het gat met Button terwijl we even 15e sneller gaan in sector 2? Het gat met Button weet ik niet wat dat is. Wel te wijd. Geen track limits. Oké, mooi. Dus je kan hier dus lekker afsnijden dus. Hoppa, een 1.55.2. Een halve seconde sneller dan mijn vorige beste tijd op dit circuit. Di Grassi naar P19, Vettel naar 5.
En dan is het zo meteen kijken waar de rest zit. Want ik zie hun niet. Ik zie ook niet het gat naar Button. Maar ik denk dat dat wel heel groot is. Want dat moet niet anders. Want we zijn nog steeds aan het pushen. En het is helemaal niet erg. Ronde nummer 7 inmiddels. We duiken naar binnen. We hebben een heel groot gat met Jensen Button. Die zijn nu pas bij sector 2. En ik moet even opletten voor de pitbox. Is het goed? Gaat het goed? Nee, het gaat niet goed. En we gaan naar de harde band. Kom op, 8,1 seconden man. Wat een langzame pitstop. Die Grassi heeft ons van een ronde achterstand ontdoen. Limiter moet uit. Dat moet volgens mij met een knop. Dat is ook gelukt. En nu gaan we weer naar Lucas Di Grassi rijden, want die hadden we op een ronde achterstand gezet. Ronde nummer 8, nog 12 ronden te gaan, dus het schiet al lekker op. Nog steeds aan de leiding, wat prima is. Je kan hier ook volgens mij, ik weet niet, versnellingsbakken laten wisselen in deze game. Je hebt een keuze uit 1 tot en met 8. Dus ik moet hier voorzichtig aan gaan doen. Terwijl ik er eigenlijk helemaal niet aan hou. Want ik push als een gek hier gewoon. Ja, je kan hier zoveel curbs meenemen. En dit is ook een hele snelle baan eigenlijk om dingen af te snijden. Dat zie je maar aan mijn rondetijd. Want onze beste tijd was een 1.55.0. Wat is het gat naar Alonso? Dat weet ik dus niet. Die Grassi zie ik wel voor me rijden op de map. Op de kaart. En de rest is volgens mij nu naar binnen. Dus misschien komen nog meer achterblijvers tegen dan alleen ons teamgenootje Lucas Di Grassi dus. Niet Lucas Weber, Lucas Di Grassi, een andere Lucas. En volgens mij is dit ook het enige spel waarin die Grassi meerijdt. Daar hebben we dan inmiddels Hulkenberg in zijn Williams. Nico, ja, we raken Hulkenberg. De sidepod is dus geraakt. En hij is dus naar Williams gegaan, Nico Hulkenberg. Oké. Okay. Behaalde in 2010 ook zijn eerste en enigste pole position ooit in Brazilië. Super knap dus voor een Williams coureur. En toen hadden we ook nog Schumacher, Webber. Geen Verstappen, geen Leclerc. Toen hadden we ook nog Kubica erin. Glock zat hier toen ook nog in het spel. Senna, Bruno Senna dus. Het neefje van Ayrton Senna. Rosberg toen nog in zijn Mercedes. Maar het is nu nog steeds onszelf in de Marussia. En dan gaan we zometeen ronde nummer 14 in. Een 2 minuut 2. 6. De rest is allemaal naar binnen. En daar rijdt iemand de pitstraat uit. En wie is dat? Kubica? Zeg ik dat goed? Mijn ingenieur waarschuwt wel voor traffic. Dat we die naderen, dat is volgens mij Robert Kubica in zijn Renault. Oh nee, Petrov. Petrov, jongen, aan de kant, jongen. Rus. Jezus, maat. Wat deed jij daar nou? Wie is de volgende? Oh, deze bochten nemen we zo goed. Geweldig. Is dat een Mercedes van Nico Rosberg? Denk ik. Of is dat iemand anders? Oh nee, dat is een Lotus Kovalainen volgens mij. Heikki Kovalainen. Wie is nu in de pits? Heb ik niet gehoord. Ja, Heikki Kovalainen. En daarvoor rijdt hem toch Rosso van Sebastian Buemi. Of Gemi. Of ik weet niet hoe dit uitspreekt. Gemi Alvesuari. Een groepje hier dus. Ah! Barrichello en Senna. Of Shondok. Nou, Buemi aan de kant. Heb je geen blauwe vlag? Kom op, aan de kant. Buemi aan de kant.
Wow, dit is zijn auto bijna kwijt. Jezus Christus. En Buemi kan die plek gewoon weer terugpakken. Maar dit gaat niet om een positie. Sebastian Buemi aan de kant, jongen rotzwit. Aan de kant. Daar hoor je thuis in het achterveld. Niet vooraan. Senna is de volgende. Dankjewel, Senna. En hebben Barrichello dus. Doei, Rubens. Oh, joh, we tikken hem daar nog ook nog aan. Ook nog. Barrichello dus een volvleugel. Deels kwijt. Een waarschuwing dus voor ons voor een causing collision. En Barrichello duikt niet de pits in. Ronde nummer 15. Nog 500 eraan. En die Kraski rijdt eenzaam achteraan. Dus dat is het dus. En dan gaan we zo meteen kijken wie de volgende is. Ik weet helaas niet wie. Ah, Schumacher dus. Schumacher, jezus man. We raakten hem daar bijna. Aan de kant, Michael. Maak plaats voor de nieuwe GOAT. Dat was denk ik iets te hard, maar oké, sorry. En dan is het door naar ronde nummer 17. Dan ronde nummer 18, ronde nummer 19 en de laatste ronde. En dan zit aflevering 1 er alweer op. En dan gaan we door naar Australië in Albert Park. Ronde nummer 17 inmiddels. Nog 3 ronden te gaan en dan zit deze Career Mode aflevering erop. En dan is de volgende. Oh, het is Giel. Ah, Kubica is gespind. Hij deed een Zbina. Zbina. Dat deed hij dus, een Zbinala. Sebastian Vettel zou trots op hem zijn, dat weet ik 100% zeker. Is de vraag waar wij zo meteen dan de volgende gaan zien. En wie dat ook is. 14e langzamer in sector 1. Alonso naar 2, Button 3, Hamilton 4. Ronde nummer 18 inmiddels. Wow, daar ging het bijna mis. Daar ging het bijna mis. Maar we hebben de auto mooi gered. Even kijken. Chris, ja, ze hebben hem dus genoemd. Ik weet zijn naam eigenlijk niet, Rob volgens mij, maar ik noem hem steeds Chris. Ik noem hem dus nu Rob. Geen Chris, het is dus nu Rob. Die zei, de volgende auto zou je voorbij moeten laten gaan. En toen zei hij, ja, je hebt wat gravels op je banden, dus je verliest de grip dus op deze band. Maar nog 2 ronden te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. De achterkant in dit spel is extreem gevoelig. Wat je net al merkte. Daar is dan volgens mij Sebastian Vettel of Mark Webber. Het is Vettel. Aan de kant, Seb. Sebastian Vettel aan de kant. Aan de kant. Dan ga je hier toch niet afremmen, hè? Dan ga je hier afremmen, maat. Aan de kant. Maak plaats. Wel gek dat de AI hier geen blauwe vlagsysteem kent. Dat is hier dus ook niet bovenaan in beeld. Terwijl Vettel probeert terug te komen. Maar dat heeft dus helemaal geen nut. En ik baal hier wel van dat er geen blauwe vlaggen worden gezwaaid in deze game. Maar de game is ook al van 10 jaar oud. Oh, rood in sector 2. 2,1 seconden langzamer. En dan gaan we door naar de laatste ronde. En dan zit de eerste wedstrijd van F1 2010, de Career Mode, er alweer op. Dan gaan we door naar Australië, tot en met Abu Dhabi. En dan zien we wel of het tijd is om te stoppen of dat we nog doorgaan met seizoen 2. En dan wachten totdat F1 2020 bij ons op de deurmat ligt. En dan gaan we daar dus mee aan de slag. Maar eerst dus F1 2010, de Career Mode, afmaken. We schieten hier wel wat door. Ja, en dan denk je bij mezelf, ja, ik ga echt niet meer corrigeren, dus hup. Mooi die bocht, afgesneden. Alleen een waarschuwing voor, geen penalty, dat is mooi meegenomen. En dan is het nu nog alleen deze ronde afmaken. En dan hebben we onze allereerste overwinning in F1 2010 al gelijk binnen. Dat is mooi meegenomen. En daar hebben we Lucas Di Grassi, die op een ronde extra wordt gelept. Di Grassi, hoppa, diep inremmen bij de Braziliaan. En ernaast gezet. En dan is het zometeen nog een paar meters te gaan. Webber is volgens mij de volgende. Die kunnen niet meer pakken voor een achterstandsrondje bij hem te doen. Ja, Chris, dat heeft geen zin. Wij winnen dus de seizoensopener in F1 2010 in Virgin.
Maar de AI gaat wel omhoog, dat weet ik wel. Super. Congratulations, mate! That's a fantastic win! Simply fantastic! Hey, nobody expected that result. Ouch. Niemand verwachtte dat, nee. Helemaal niet als je vanaf pole position start, dan verwacht ook echt niemand dat jij die race gaat winnen. Wauw, dat is echt zuur. Maar hey, wel een overwinning gepakt. Waarom niet? Dat kan niet allemaal in F1 2010. Jezus. Wat een wedstrijd. Volgens mij pakt ook een Lotus ook een punt. Of niet? Dat weet ik zo niet. De La Rosa naar de punten. Coverline volgens mij pakt een punt. Zeg ik dat goed of weet ik dat niet zeker? Nee, die pakt geen punt. Laat maar. Nou, de persconferentie met Holly, volgens mij heet zij zo. Congratulations. This must be a very special moment for you today with your first victory in Formula 1. Give us your thoughts on the result. Nou, als dit geen speciaal moment was, dan weet ik ook niet wat ik hier moest doen, dus You've got to be feeling good about taking a victory in your first season in Formula 1. Let us in on what you're experiencing right now. Are you emotional? Ja, dat lijkt mij wel, denk ik. Your first season must put you in a strong position within the team. Are you hoping your attempt to assert yourself is recognized sooner rather than... Ja, ik hoop het wel. Misschien kan ik dan misschien naar een ander team overstappen, bijvoorbeeld Mercedes of zo. Interview zit erop. Daar zitten we dus weer in de paddock. En dit was dus de video, mensen, van F1 2010. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, smash dan op de like button. Ben je nieuw kanalen meer? Wekelijkse aflevering van F1 2010 en F1 2020, de Career Mode Team. Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook het lijken belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. The boss is very pleased with your performance so far. Dankjewel, Française. Ja, dat vind ik dus ook. 500.000 in een jaar, dat is wel heel veel voor een Virgin. Rijder. Ik weet niet of ze dat kunnen betalen. Volg me ook op Instagram. Link staat in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, een fijne dag nog verder. En ziens tot de volgende keer bij F1 2010, de Career Mode. Ga verder in Australië. Tot ziens.